We hebben een klimaatakkoord en we werken allemaal aan verduurzaming. Ook de sportsector en de gemeente doen mee. En samen hebben we een routekaart op weg naar de duurzaamheid opgesteld. Als sport nemen wij natuurlijk ook onze verantwoordelijkheid voor de verduurzaming van de sport. De routekaart geeft wat ons betreft voldoende goede initiatieven en handvatten om daarmee aan de slag te gaan. Zo gaan we bijvoorbeeld experts inzetten om sportclubs te begeleiden en te ondersteunen bij het verduurzamen van hun sportaccommodaties. Ook zetten wij als sport in op milieuvriendelijk onderhoud van sportvelden. Daarom staan de gemeenten klaar om te helpen. Nee, we staan niet alleen klaar, we zijn al druk bezig. Want we bezitten heel veel sportaccommodaties. Kijk eens even naar twee mooie voorbeelden. Amsterdam en Bergijk. Amsterdam zegt, we willen alle zwembaden van het aardgas afkrijgen. En inmiddels is de helft van de sportvereniging in Amsterdam al bezig of heeft duurzaamheidsmaatregelen uitgevoerd. Bergijk zegt, ja, sport is een speerpunt van ons, maar niet alleen sport, maar ook de duurzaamheid in die sport. En dan is het niet alleen maar hulp geven en ideeën, maar ook budget beschikbaar stellen. Nou, dit zijn de voorbeelden dat wij graag mee ondertekenen die routekaart naar een duurzame sportsector. En dat doen we op 23 januari. Verduurzamen kost geld, maar lagere energierekeningen zijn in het zicht. Bovendien helpen wij en de banken om geld lenen makkelijker en goedkoper te maken. En hoe dat precies gaat, leggen Stichting Waarborg Fonds Sport en de BNG Bank uit tijdens de ondertekening van de routekaart Verduurzaming Sport. Ik vind het prachtig om te investeren in innovaties zoals volledig circulaire kunstgrasvelden en zonnepanelen die je op een sportveld uitrolt en weer oprolt als er wordt gesport. En tijdens sportief verbinden hoort u wat u kunt doen voor een duurzame en betaalbare sport. Een bijeenkomst om niet te missen dus. Ik zie u graag tijdens de ondertekening van de routekaart Verduurzaming Sport op 23 januari. En daarna gaan we er met z'n allen mee aan de slag.